Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is woensdag 11 september en vandaag is het exact 23 jaar geleden dat de terroristische aanslag op de Twin Towers plaatsvond. Maar vandaag komt de VS met heel ander nieuws in de Insider, want vannacht vond het eerste debat plaats tussen presidentskandidaten Trump en Harris. En nog meer dan in het debat zelf zijn we geïnteresseerd in hoe de Amerikanen het hebben ervaren. Elke van Haken, onze vrouw in Amerika, weet daar alles over. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is de Insider. Tonight we're going to be watching the ABC debate between Kamala Harris and Donald Trump. We're all going to watch it together. During the debate, I request that we do not yell at the screen, that we don't yell at me or yell at anyone in the room. We want to watch it quietly, I think, because we want to hear what they're saying. Also, if you haven't noticed, there are reporters around the room. They're from all over the world, which is pretty incredible. Dag Elke. Hallo. We doen nooit aan tijdsaanduidingen in podcasts, maar ik ga dit keer wel doen. Hier is het rond 6:30 's morgens. Wat is het bij jou? Bijna 1:00 's nachts. Word je al een beetje moe? Nee, ik zit nog eigenlijk vol adrenaline nu om aan jullie te vertellen hoe het er hier aan toe gegaan is. Dat geloof ik. Donald Trump, dat is de meest ervaren presidentskandidaat op debatten. Nooit eerder deed er een kandidaat aan zoveel debatten mee. Kamala Harris, die deed het dan weer voor het eerst. En jij, Elke, je hebt voor het eerst een watchparty meegemaakt. Je hebt het debat dus niet gewoon voor je tv gevolgd. Mm-hmm. Nee, inderdaad. Ik ben naar een watchparty geweest. En zoals het woord het al zegt, dat is een feest om te gaan kijken samen. Dus een hoop mensen die schrijven zich in om ergens in een zaaltje of bij iemand in de living, hè, naar dat debat te kijken. Ja. Is dat dan zoals wij hier samen naar een match van de Rode Duivels kijken? Ja, met een sjaal, met gejuich bij doelpunten, maar in dit geval bij straffe quotes. Ja, voilà. Ja, echt zo. Precies zoals je het omschrijft. En hier in New York zijn er zowel van die feesten ook, hè, dus van die watchparties, georganiseerd. Vooral door Democraten. Een paar door Republikeinen. Maar ik heb er eentje gevonden waar beide partijen welkom waren. En waar het eigenlijk de bedoeling was om te luisteren naar elkaar en van elkaar te leren. En dat was nu wel speciaal. Oké, wacht, maar begin eens bij het begin. Dus je komt daar aan. Is dat in een hotel? Hoeveel mensen zijn daar? Dat was in een zaaltje boven een café waar mooie zetels stonden. En dat was daar eigenlijk heel aangenaam ingericht. En er waren nog mensen van de media. Een paar Duitsers en dan nog Nederlanders zelfs. Mm-hmm. En in totaal denk ik een 40 deelnemers. Dus ja, watchers. Oké. En er was iets speciaals, Nathalie. Bij het begin van het debat vroeg de organisator aan iedereen om de regels van het debat luid op voor te lezen. So on the count of three. One, two, three. We state our views freely and fully, without fear. We treat people who disagree with us with honesty, dignity and respect. We welcome opportunities to engage those with whom we disagree. We believe all of us have blind spots and none of us are not worth talking to. En zo gaat het dan door. Dan zijn er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 van die zinnetjes die ze dan zo allemaal samen aan het declameren waren. Oké. Okay. Dat was interessant. Zo'n beetje sectarisch, maar goed, ja. Ja, en dan heb je al die regels voorgelezen. Ja. En dan start het debat. En is dat dan met happetjes en drankjes en zo? Ja, er was ook een verplichting van minstens 2 drankjes te bestellen. Om het ding te betalen, zeker. En dan begon het debat. En ja, die hadden natuurlijk allemaal net gezworen om niet te praten of te roepen naar het scherm tijdens het debat. Dus dat deden ze dan ook niet. Maar er werd wel heel veel gelachen, want ja, dat is iets dat je niet per se kunt inhouden. En ik heb ook heel veel, het was heel interessant om daarvoor te gaan zitten. Dus naar die mensen te kijken. En ik heb zo heel veel geknik gezien. Hoofdjes die op en neer gingen of die van nee schudden. Ja, dus zonder geluid waren mensen wel ook heel hard aan mimieken. Of ze het akkoord waren of niet, of wat ze vonden van wat er gezegd werd. En dan tijdens de pauze dan was er zo'n soort van discussie. Dan werden er vragen gesteld en dan was er eigenlijk een heel open gesprek. Ik vond dat heel, heel interessant, heel boeiend. While we're on commercial break, let's take a moment to just reflect about
what this is like for everyone. Does anyone want to share what it feels to watch an event like this? Answering the questions. They're upstanding, they're talking about something else, they're making fun of each other. It's spiritually crushing. Spiritually crushing. It's just one of the worst things that's ever happened to me. But this is pretty terrible. It's disheartening. The best and the brightest minds of our entire country are going to have a civil conversation tonight, which is like the exact opposite of what we're seeing. Yeah. There's so many substantive things that they could be talking about, and it's like, oh, God. And saying, like, I'm sorry or I was wrong ever, just once from either one would be amazing. Okay, en wat werd daar allemaal gezegd? Er waren om te beginnen zowel reacties van, goh, ze zitten wel veel op elkaars kop en het is heel hard tegen en ze luisteren niet naar elkaar en er is geen een van de twee die op de vragen antwoordt. Dus de mensen waren zowel wat gefrustreerd, zo niet echt tevreden met de manier waarop het debat verliep. Ik heb eigenlijk heel weinig inhoudelijke opmerkingen gehoord. Ze waren vooral nog teleurgesteld zo in hoe ze met elkaar omgingen. Het ging dan ook helaas niet heel erg veel over de inhoud. Hè. Ook over het beleid en zo. Mm-hmm. Hebben ze allebei zelf niet zo heel veel gepraat. Nu, je hebt ook een paar reacties gesprokkeld na het debat van een aantal mensen. Ja, ik heb op een bepaald moment aan een groepje mensen dat zo stond na te praten gevraagd. Probeer eens in één woord te zeggen hoe je nu voelt na dit debat. Frustrated. Irritated, embarrassed. Just because the world was watching. That was embarrassing. Yeah, embarrassing. It's embarrassing. People are laughing at us for a myriad of reasons. I would be laughing at us if I wasn't crying inside. Dus over het debat zelf waren ze teleurgesteld, als ik het zo mag samenvatten. Mm-hmm. Maar ontstaat er dan wel iets tussen die mensen onderling die daar dan die avond waren? Dat ze van elkaar toch wel dingen meenemen of zo, beide partijen? Ja, ik voelde wel dat die met elkaar zo in discussie gingen en dat ze van elkaar konden leren. Maar er werd ook gevraagd op een bepaald moment, aan het einde van het debat, is er nu iemand die veranderd is van mening of die verschoven is in zijn overtuiging of die van plan was om voor de ene te stemmen en nu voor de andere? En daar was niemand. Dus niemand was zo overtuigd door een bepaalde kandidaat dat hij nu meer wist of dat hij nu overtuigder was van een bepaalde keuze. Dus dat vond ik wel... Waar zo'n debatten toch wel mee voor ontworpen zijn. Ja, dat zou daar net voor moeten dienen. En dat hadden zij absoluut niet. En ik vond dat heel jammer zo voor hen. Ik vond dat wat triestig. Over het debat zelf was vooraf al heel veel te doen natuurlijk. Mm. Als je het over regels hebt, ook daar golden strikte regels. Enkel de microfoon van de sprekende kandidaat mocht aan. Door een munt op te gooien werd beslist welke kandidaat de volgorde van de onderwerpen mocht bepalen. Dat werd Trump. En tijdens de twee reclameblokken mochten Trump en Harris niet overleggen met hun team. Waren er andere regels die jou opvielen? Nee, het waren eigenlijk over het algemeen dezelfde regels als in het debat tussen Biden en Trump. Ja. Het enige waar discussie over geweest is, is dat het team van Harris had op voorhand gevraagd om toch de microfoons aan te laten. Omdat zij heel goed weten dat als Donald Trump boos wordt en gepikeerd raakt en in de microfoon begint te praten terwijl Harris haar betogen zijn toen, dat dat in het voordeel van Harris is, dat dat niet tof is. Dat dat irritatie opwekt. Ja, voilà. Hm. Maar dat hebben ze niet gedaan gekregen. ABC heeft gezegd nee, we gaan de microfoons toch muten als de andere kandidaat aan het woord is. Wij zullen zelf modereren en zelf zien op bepaalde gezette momenten of wanneer het toch open kan. En daarom denk ik dat het goed is geweest van de campagne van Harris om dat aan te vragen, omdat ze op die manier bij ABC wel wat onder druk gezet zijn om dat op af en toe wel effectief te doen. En ze hebben dat nu in dit debat inderdaad ook af en toe gedaan, toch de microfoons opengezet, zodanig dat ze tegen elkaar even konden discussiëren eerder dan tegen de moderator. En hoe vond jij dat ze er alle twee bij stonden? Want ja, ik zei het al, voor Harris was het de eerste keer. Mm-hmm. Trump al heel ervaren. Speelde dat in haar nadeel? Ik vond eigenlijk
qua uitzicht zo waren er niet echt verrassingen. Trump die zag er een beetje uit zoals altijd. Ik vond dat Harris er heel knap uitzag. Die was, haar haar was heel mooi, ze had een heel mooi, een eenvoudig pak aan. Die zag er gesofisticeerd uit. En Trump die zag er een beetje uit zoals altijd. Dat is ook niet lelijk, hè. Dat is gewoon een net pak en een rode das. Die zag er een beetje uit zoals anders. Er was wel iemand op die watchparty die zei... dat hij wel duidelijk zo'n brilletje had aangehad om onder de zonnebank te gaan liggen. En zij vond dat je dat kon zien, zo'n plastieke brilletje. Hè. Maar ja, die zagen er alle twee eigenlijk... Daar waren niet echt verrassingen in. Ik voelde wel bij de eerste vraag, toen Harris het woord kreeg, zat ze wel een plakmondje. Dus ze was duidelijk gehoord dat ze wat nerveus was. Zo een kraken in haar stem en ja, van een droge keel, van de zenuwen zo. Maar dat was dan snel doorheen het debat, was dat wel beter. En Trump, ja, die heeft van dat soort dingen nooit last eigenlijk. Hè. Die is nooit echt nerveus of zo. Eerder verveeld. Wat waren voor jou de meest opvallende quotes van de avond? Goh, er waren wel een aantal opvallende quotes. Er was Donald Trump die... begon te vertellen over de honden en de katten die worden opgegeten door immigranten in het dorpje Springfield. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. And it's a shame. Het was iets heel bizar. En dan Kamala Harris, die tijdens de discussie of, rond abortus, die deelde wel zo wat slagen uit. The government and Donald Trump certainly should not be telling a woman what to do with her body. Pregnant women who want to carry a pregnancy to term, suffering from a miscarriage, being denied care in an emergency room because the healthcare providers are afraid they might go to jail, and she's bleeding out in a car in the parking lot. She didn't want that. Her husband didn't want that. A 12 or 13-year-old survivor of incest being forced to carry a pregnancy to term. They don't want that. Dat was een heel goed opgebouwd betoog. En dan zei ze ook, dan was er op een bepaald moment een quote waarin ze zei, Donald Trump has been fired by 81 miljoen mensen en hij heeft het blijkbaar heel erg moeilijk om zich daar overheen te zetten. Dat was ook wel even paf, een slag in zijn gezicht. Maar op zich weinig onverwachte dingen. Trump die elke vraag naast de kwestie beantwoordt met eigenlijk altijd iets over migratie. Yeah. En Harris die er een beetje geoefend leek bij te staan, alsof dingen gerepeteerd waren. Ja, zo vond ik dat. Ja. Trump die was eigenlijk zoals altijd, like gezegd, geen verrassing. Die werd af en toe heel boos, hoewel dat nog wel meeviel, vond ik. Harris heeft een paar keer geprobeerd om hem uit zijn kot te lokken. Zo. Heel bewust dat je dat voelde, dat hij van hier gaat hij boos om worden. Bijvoorbeeld met een argument over zijn rallies. Ze zei op een bepaald moment, ik ga iets heel ongewoon doen, mensen. Maar ga dan allemaal een keer kijken naar een rally van Donald Trump. Dat is pokken saai. De mensen vertrekken allemaal omdat ze zich doodvervelen. Dus dat zei die. En toen heeft Trump... ene keer eigenlijk echt zo wat gepikeerd gereageerd. Maar hij kwam wel in die retoriek die we van hem kennen heel spontaan over en heel authentiek eigenlijk. Zo in die typische uitspraken als he's the worst president in the history of our country. Ja. Maar dat is wel heel echt. Dat is heel echt hem. En Harris, die klonk dan weer zo wat... beredeneerd. Die zei heel verstandige dingen en dat was allemaal mooi opgebouwd. Maar dat was alsof ze dat haar versje zo afratelde. Ik moest denken aan mijn lessenvoordracht van vroeger en hoe de juf dan tegen mij zei, oké, daar heb je die zin en dan pauze. 1, 2, 3. En dan herneemt je. En dan leg je nadruk op dat woord. Zo, dat gevoel zat daar zo wel wat in, vond ik. Zo, soms wat drama, er wat te dik op... En ja, ingestudeerd. En ik denk wel dat een Amerikaan dat voelt. Dat ja, je maakt connectie met mensen door echt te zijn, door je eigen te zijn, door authentiek te zijn, toch? Ja. En dat was Harris niet altijd. Volgende advertentie bevat schokkende inhoud.
om je piemel in zo'n koker te steken. Sorry, ik ging niet heel vuil zeggen. Echt vuil. Ah. Dirty talk. Het begint al te gedoffelen. Ja, maar het is al aan het gedoffelen. Steeds meer vrouwen vragen zich af of dat die pil wel een goed idee is. Hallo, sorry, ja, ik ben dus nog maagd. Wij zijn niet echt geïnteresseerd in hoe groot dat die bobbel is op voorhand. Nee. Toch geïnteresseerd? Luister dan naar Uitgevogeld, de podcast die zonder gêne alle taboes doorbreekt. Go, mannen! Als we het aan Trump zouden vragen, zouden we het weten natuurlijk wie het debat gewonnen heeft. Maar als ik jou zo hoor, wie heeft het debat gewonnen? Ja, goede vraag. De peilingen voor het debat waren ook al, het is echt super, super tight. Het is echt heel gelijklopend. Ik denk dat dat nu na dit debat zo zal blijven. En wie heeft dit debat gewonnen? Ik durf het niet zeggen. Heel veel Amerikanen, dat werd op voorhand gepeild. Mm-hmm. Die wilden Harris leren kennen. Dus dit was eigenlijk het moment voor Kamala Harris om zichzelf voor te stellen, om te laten blijken wie zij is, welke beleid zij wil voeren, wat haar plannen zijn. En ik weet niet of heel veel mensen daar nu echt wijzer uit geworden zijn. Dat bleek toch ook op die watchparty, dat daar niet echt veel verschuiving in was. En ja, ik denk dat dat gaat blijven tot aan de verkiezingen, zo tjoep, 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 met muizenpasjes heel, heel, heel nipt worden. Dus Harris heeft misschien nog een paar debatten nodig. Ze daagt Trump ook uit voor een tweede debat. Komt dat er, denk je? Ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat hij zegt, ja, nu, je hebt er nu één gehad, dus genoeg. Harris die zal wellicht nog interviews doen en dan ja, heel veel rallies. Het zou niet slecht zijn, denk ik, voor de verkiezingsstrijd, mocht er nog eens een debat komen waar... Dat meer over inhoud gaat ook. Ja, ja, en waar ze gewoon als twee volwassen mensen met elkaar praten en niet als kleuters op de speelplaats die een discussie hebben over iets, een knikker. Denk dat dat niet slecht zou zijn, ook voor het imago van Amerika. In welke mate leeft dat allemaal hard bij die Amerikanen, dat debat? Want de weken ernaartoe waren ze er wel veel over bezig. Hè? Ja, en ik heb ook het gevoel dat het hier in New York ook wel leefde. Dat is ook wel iets dat zo typisch samengaat met september. Hè. Iedereen gaat terug naar school en mensen beginnen terug aan zo hun dagelijkse routine. En dat debat of die verkiezingsstrijd, floep, schiet daar dan ook weer mee in gang of zo. Die surft op diezelfde golf van september en alles schiet in gang. En ik hoorde op de subway regelmatig mensen discussiëren over Harris versus Trump aan de schoolpoort, in WhatsApp-groepen, discussies of mopjes of... Dus je voelt wel dat hier, dat begint zo wat te broeien. Die Amerikanen zijn daar mee bezig. En wat zijn nu de volgende stappen richting presidentsverkiezingen op 5 november? Afhankelijk of dat er nog een debat komt of niet. En dan nog ja, een heleboel rallies en interviews, denk ik, die Harris en Trump nog zullen geven. En dan in die interviews op elkaar reageren. Ik vermoed dat daar nog wel een en ander uit kan komen. En volgende week beginnen de stemmingen. Of dan, vanaf dan kan je ook op voorhand al zo beginnen stemmen hier in Amerika. En dan ja, wat dat heel veel gebeurt, vind ik hier in de States, hoe dichter bij de verkiezingsdag gekomen is, dat er zo heel veel gereageerd wordt op peilingen. De New York Times komt met een peiling en dan de twee campagneteams reageren daar dan op de een of andere manier. Met een campagnevideo of met een interview daar of met een uitspraak of een tweet. En hoe ga jij de onderbuik van de Amerikanen proberen te voelen de komende weken? Wel, er is nog iets heel specifiek dat ik, waar ik heel benieuwd naar ben. Ik zou graag eens willen weten hoe die vrijwilligers hier te werk gaan. Dat is ook zoiets typisch Amerikaans, hè. Er zijn zo teams van beide partijen en die hebben zo'n soort van systemen ontwikkeld om mensen op te bellen. Hey, hallo, heb je al beslist op wie je gaat stemmen? Of heb je al beslist of je gaat stemmen? En heb je al geregistreerd? En kan ik u helpen met dat in orde te brengen? Dus dat zijn allemaal vrijwilligers die overal geronseld worden. Je ziet dat op social media, hier in de subway, om u aan te melden om als vrijwilliger mee te werken. En ook deur aan deur gaan. Dat gebeurt hier nog veel meer dan in België. Ik weet niet, ik heb dat nooit meegemaakt in België. Heb jij dat ooit meegemaakt? Er is nog niet aangebeld bij ons op dit moment, nee. We hebben hier vrienden die wonen hier al een beetje langer dan ons en die hebben dat al 2 of 3 keer gehad. Dus dat gebeurt hier veel vaker
dat mensen echt aanbellen en zeggen hallo, we zijn van die of die partij, we willen graag voorstellen waar dat we voor staan en dat even komen bespreken. En dat zijn ook allemaal vrijwilligers die zich inzetten voor die goede zaak. En ik zou eens willen meegaan, ik zou dat eens willen horen. Ja. Hoe doe je dat, hoe pak je dat aan, op wat voor manier worden die geprept? Want dat is zo echt met heel de systemen. En dan worden er ook zo groepscallmomenten georganiseerd. Bij universiteiten bijvoorbeeld. Dan zetten ze al die studenten samen in een aula en dan iedereen toef, begint dan lekker in een callcenter te bellen. Ja. Naar mensen die zitten dan in Massachusetts en die bellen dan naar mensen in Wyoming. Zo dat. Ah. Want dat blijkt wel, dat is iets uit voorbije verkiezingen wel gebleken, dat dat wel werkt. Dus dat is wel effectief? Ja. Daar kunnen ze mensen nog mee overtuigen? Ja. Vooral om te gaan stemmen? Om te gaan stemmen. En het is dan ook geweten dat, het zijn vooral democraten die dat doen, dat als mensen gaan stemmen, dat ze dan voor de democraten stemmen. Oké, het worden nog boeiende weken tot de verkiezingen, maar gelukkig hebben we jou daar om ons regelmatig een insightblik te geven in het echte Amerika. Merci Elke van Haken en ik denk dat ik slaap wel mag zeggen. Ja. Slaap lekker. En morgen zijn wij er weer met een nieuwe Insider. Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.